De epidemioloog Ingrid Krishna dat zegt dat met of zonder een lockdown we in de komende 2 weken weer een uitbraak kunnen krijgen. Ze is echter van mening dat de versoepeling van de totale lockdown niet automatisch wil zeggen dat het aantal positieve COVID-gevallen zal toenemen. Ze benadrukt dat de COVID-19 voorzorgsmaatregelen nog steeds gelden. Het gedrag van de gemeenschap zal bepalen of het aantal positieve gevallen zal toenemen. Krishna dat zegt dat het managementteam een goed beeld heeft van de situatie. Iedereen praat over een versoepeling van maatregelen, behalve ik. De lockdown, dat woord lockdown en die druk vanuit de overheid is misschien weggehaald. Maar de maatregelen van blijf uit elkaar, doe dit niet, doe dat niet, doe zus niet, doe zo niet, zijn hetzelfde. Ga naar je werk, want je moet eten. Maar ga niet je collega omhelzen. Blijf op afstand van je collega. Draag je mondkap. Heb de sanitaire voorwaarden op het werk. Zodat je kan eten, je kan je gezin verzorgen. Maar je kan ook voor zorgen dat je niet ziek wordt. Dat is eigenlijk het opheffen, zoals jullie dat noemen, van de lockdown. Maar het is geen versoepelen van maatregelen. We zien van waar de gevallen komen. We kunnen ze trekken en tracen, zoals ik eerder heb gezegd. Groot deel kunnen we in quarantaine plaatsen. We hebben de quarantainelijsten vrij snel. En de zaak is pas helemaal onder controle als we zien 0 geval, 0 geval, 0 geval. Maar daar zijn we nog niet. Maar we gaan wel naar die kant. Deze maand alleen zijn er 8 mensen overleden als gevolg van het COVID-19-virus. Ondanks dat denkt Krishna dat deze curve in de komende periode zal afnemen. Omdat we zo hard aan het werken zijn met test, track en isolate. En hoe belangrijk is de bijdrage van de gemeenschap in deze? Want we hebben wel een COVID-management-team en een heleboel artsen en specialisten die keihard werken aan die ene kant. Maar het is natuurlijk voor de gemeenschap. Maar de gemeenschap heeft een bijdrage. Wat is die bijdrage? De bijdrage is dat je dus je verantwoordelijk gedraagt. Je moet je beseffen dat niemand als COVID staat niet op je voorhoofd geschreven. En je kan nu zonder klachten zijn, maar ineens begin je over een uur te hoesten. En als je hoest, dan verspreid je het. Dus daarom draag een mondkap, zodat als iemand daar hoest en ook zijn mondkap op heeft, dat hij minder de kans heeft. Was je handen constant en zorg voor een afstand tussen mensen die je niet kent. Met je gezinsleden kan je niet delen op 2 meter afstand zijn, dat is onlogisch. Maar met zoveel mogelijk andere mensen wel. De gemeenschap, de bijdrage van de gemeenschap is inderdaad ook letten op elkaar. Als jij ziet dat een persoon het niet doet, kan je die persoon rustig op een rustige manier zeggen. Hey brada of sisa, kijk, we zijn allemaal in één ding, we willen niet dat we allemaal ziek worden. Dus we letten op elkaar. We moeten ook letten op de manier waarop bedrijven worden ingericht. Er zijn richtlijnen waar men naar wil kijken. En dat is dus heel belangrijk. Eigenlijk kunnen we dit niet aan als we het alleen doen. De gemeenschap moet meewerken. Men moet het beseffen. En heel belangrijk is, als je klachten hebt, hoe licht dan ook, laat je testen. Ingrid Krishna, dat epidemioloog, zij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update.